spelen met de microfoon. Ja. Ja. Ik weet niet of je daar naar doet, maar dat doet zien we zo. 1, 2. Is het terug te zien in de vlog? Ja, dat wordt allemaal. Hey, welkom. Tof dat je kijkt. Het is weer een nieuwe Aarons vlog. En in dit geval neem ik je weer eens een keer mee naar de cacaofabriek. Want het is weer de hoogste tijd voor het tweejaarlijkse feestje R&D On Air Showcase. In dit geval de voorjaarseditie 2019. En ja, er gaan weer een heleboel artiesten de revue passeren. Romana van den Hurk met haar vader, Tommy van den Hurk. Colin Alexander van Moos, samen met Natasha Verschoor. Zij zijn de frontgezichten van de band Moos. En ze komen langs gezellig. En nog veel meer. Chase Maal schuift aan. We hebben natuurlijk de sidekick, hè, Melanie. De hele crew. Het wordt weer één dolle boel. Dus ik zou zeggen, ga lekker mee naar de cacaofabriek voor R&D On Air, de showcase, de voorjaarseditie 2019. Er wordt op dit moment gesoundcheckt, getest of het allemaal wel klopt, hè? En ik zag net hier ergens... daar is Timo, hoi! We waren even aan het testen, hè, of het allemaal wel... Kijk, want daar is het podium, daar komen straks alle artiesten te staan natuurlijk, hè. En hier is de tafel voor de interviews, dus hier vinden de interviews plaats. Kijk, en daarboven in het plafond, daar zijn spots en rook. En hier hebben we... daar is Timo, hoi! Hoi! Ja, Timo hoort ook bij de crew, en hier is... Ja, Franske natuurlijk. Met de koffie. Hè, Frans? Ja, de koffie. Dat is fantastisch. Frans, ja, als Frans er niet is, ja, dan gaat het natuurlijk niet door, hè? Vaste kern van de crew. De Chase Miles mashup van Chase Miles is ook weer te gast natuurlijk, hè? Ja, zeker wel. En we hebben maar gewoon hard werken, hè? Ja. En dat is peus. Een half uur voor opnames, hè, Frans? Ben je al nerveus? Nee, helemaal niet. Waarom? En dat is Roel en iedereen in de hele crew. En kijk eens even, alles wordt voorbereid, hè? Wiljon, hoeveel knopjes en schijfjes zijn dat wel niet? Best te veel. Ja, dat is waar hoor. Ja. Ik sluit me erbij aan. Hè, Roel, kun je naar het wijs? Nee, helemaal niet. Het werkt ook allemaal voor geen meter. Zoals we terug naar stenen tijdperk. Oh jee. Ja. Ook sidekick Melanie is gewoon weer gearriveerd. Hallo. Hallo. We zijn aan het soundchecken. En de grote vraag is, zijn wij duidelijk te horen? Ik denk het niet. Ja hoor. Koekoek. Wat is dat? Wat heb je daar? Iets gezonds? Nou, ik heb nog een toetje. Ik heb net boven mijn eten opgegeten. En die was koud, want er was geen magnetron. Mijn kauwgom vliegt uit mijn smoelwerk. Maar ga door. Dus nou heb ik mijn eten heel zielig koud opgegeten. En nu heb ik een toetje voor mezelf bij. Oh. Met verse aardbeien en yoghurt. Maar hoezo koud opgegeten dan? Ik snap het niet. Nou, omdat iemand tegen mij zei dat er een magnetron zou zijn. Die is dat toch ook? Nee, dat is een oven. Oh, dat is toch hetzelfde? Magnetron, oven is toch hetzelfde? Nou, het wordt toch allebei heet? Het wordt heet, maar het duurt heel lang. En ik kreeg van jou al op mijn donder dat het te lang duurde. Dus ik denk, dat is het eten maar koud. En, maar dit hoeft toch niet warm? Van hier in de magnetron? Nee, dit niet, want ik heb mijn eten boven, alleen, in een hoekje, koud opgegeten. Ik klink heel... Test! Hallo? Test hoor. Ja, dat doe ik het voor. Ik ga jullie zo meteen uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat in de artiestenhoek. Oh, dat is goed. Er praten een heleboel mensen door me heen, maar dat ben ik gewend, hè. Ik wil ook naar de artiestenhoek. Je praat door me heen. Nee, je was stil. We slaan rood uit. Kijk eens even, Rutger. Hallo. Hi. Alex. Het is Teun. Nou, het is ongelooflijk. En Karin en Michte. Hallo. Jullie zijn er ook weer bij. Wat is jullie taak? Wij gaan de drank regelen. En gasten opvangen natuurlijk. Iedereen die moet komen optreden, ervoor zorgen dat die ook een beetje worden verwend. Dus dat moet wel gezellig zijn. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Hey, die kennen we. Hey, dit is Bram uit de paasvlog en de kerstshopvlog, hè? Wat fantastisch. Hoi. Niet alleen met de paas- en de kerstshopvlog, toch? Maar? Waar gingen we nog meer naartoe? We zijn ontzettend verschrikkelijk hebben lopen vergeten bij Tinsen. Om daar nog maar over te zwijgen, inderdaad. Heerlijk. Ja, de eerste gasten zijn aangeschoven. Colin en Natasha. Hi. Natasha van Moos. En binnenkort komt een nieuwe single, hè? Hoe vind je het hier, Natasha? Heel leuk. Het is mijn eerste keer natuurlijk. Maar
maar heel, ik vind het heel gezellig. Ja. Melanie? Ja? Wie zit er wederom naast je? Ik heb geluk. Colin. Zoals van ouds natuurlijk, hè. Colin, hoi! En Colin is natuurlijk elke maand te horen met de biostip, hè? Of de serietips. Ja, oh ja. Waarom zijn het nou vaker serietips eigenlijk? Kijk, iedereen heeft de druk tegenwoordig. En de serietip is om een half uur. Dus kan je er even in kijken en lekker slapen. Beter. Oh, dat is beter inderdaad. En een serie kun je gewoon lekker doorkijken. Doorkijken. Kun je stopzetten wanneer je wil. Beter. Oké. Okay. Wat is de website van Moos voor meer informatie? www.moos.nl. Oké. Okay. En ook op de socials natuurlijk zo, hè? Zeker weten. Overal te vinden. Kevin, Chase Miles is er ook. Het is geweldig. En Gino Gauss natuurlijk. Ik wil mijn lippen naar je binden. Een kus van jou. Ik wil je kussen. Ja, en we hebben hier Alessandro staan. Hoi, hoi. Yes, yes. Hoe is het ermee? Gaat goed, zeker. Dankjewel. Waar ben je momenteel allemaal mee bezig? Zo, heel veel projecten, heel veel nummers aan het schrijven. Ook voor mijn school natuurlijk nog, HBO. En ja, heel veel drukke, grote projecten wat eraan komt. En hier vandaag, wat kunnen we van je verwachten op het podium? Want ja, je hebt heel veel nieuwe toffe nummers die wij al een tijdje draaien. Yes. Ja, wat kan je verwachten? Gewoon veel gezelligheid. Je moet sowieso meezingen, gewoon meedansen. We gaan gewoon de hele zaal gek maken. En ja, gewoon een mooi Diasdagje, toch? Ja, inderdaad, want het is nu voortaan Alessandro Diaz. Yes. Van waar de switch? Van waar de switch? Ja, dat ga ik je zo allemaal vertellen. Als ik nu al te veel weggeef, dan gaan ze niet meer naar het interview luisteren. Nee, inderdaad. Dus op deze vlog, als je kijkt, dan moet je even naar de radio-uitzending teruggaan van 12 en 19 april. Yes. Van Omroep Helmond. En dan hoor je het. Wat een cliffhanger. Ja, zeker. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Oh, Tommy, we slaan rood uit. Kijk. Ja, ik zie het. Is rood licht natuurlijk. Tommy van den Hurk en jouw dochter, hè, daar. Want, Romana. Ja, Romana. Hé, vertel eens even, want ja, het is haar natuurlijk met de paplepel ingegoten. Hoe is Romana aan het zingen gekomen? Dat is eigenlijk best wel een interessant verhaal, want ik wilde heel graag een liedje opnemen met mijn dochter samen. En dat was in eerste instantie met mijn oudste dochter. Die staat daar. Hallo, oudste dochter, hallo. Voor de communie. Ja. En toen wou zij dat ook voor de communie. En toen gingen we een liedje oefenen voor de communie. En ik had haar nog nooit horen zingen. En zij begint te zingen. En toen dacht ik bij mijn eigen, wauw, zij kan echt zingen. En dat dachten wij ook toen we op YouTube keken, ja? Ja, dus, en zo is het eigenlijk gekomen. Dus sinds een jaar zingt ze. Wat superleuk. Dus, en vind je het zelf ook leuk, Romana? Ja. Wat wil je later worden? Ook echt zangeres of ook nog wat anders? Zangeres? Een dansende zangeres? Nee, gewoon echt zangeres. Superleuk. En wat is je allergrootste droom dan? Wat wil je bereiken? Zangeres met een miljoen. Wat wil je winnen? Wat wil je winnen? Ja, dat is een goede vraag. Wat wil jij winnen? Wat komt er altijd op televisie? Wat wil je winnen? Oh ja, The Voice Kids. The Voice Kids natuurlijk. Nou, we gaan je in de gaten houden. Romana van den Hurk, onthoud die naam. Ja, en Tommy blijft natuurlijk ook gezellig zingen, hè? Natuurlijk, gezellig altijd, hè? Altijd. Ach, wat is het gezellig, gezellig. Melanie, je zit even halverwege natuurlijk. En hier nog een gezellige tafel. Daar is Bram weer, hè? Ja, en, dat zo dichtbij. Yes, eindelijk in de vlog. Oh, Loes kijkt altijd naar de vlogs. Die vind jij hysterisch, hè? Straks. En nou zit je erin. Yes. Straks heb ik echt al gezegd, van, ik hoop echt dat Aram met zijn camera komt. En, en dat is niet eens voorbereid. Ik ben er gewoon spontaan. Oh, wat leuk. Hoi, wat een schitterende jurk. Wat een dressage. Och, het is jammer dat het licht hier niet zo, hè? Want het is, dat is... Maar film je jezelf ook nog? Vermaak je, hè? Ja, ik vermaak me wel, ja. Nou, heerlijk. 21. Ja. Wow. Daar zijn we weer, hoor. 98. Oké, ja, dan is het 1 jaar. Ik ben wel benieuwd. De kleinste fan zit gezellig aan op schoot. Is aan het spelen met de microfoon. Ja. Ja. Ik weet niet of je daar nog doet, maar dat doet zien we zo. 1, 2. Is het terug te zien in de vlog? Ja, dat wordt allemaal. Dat is allemaal niet film, dat is gezellig. Kijk, wat is dat nou? Nou, het ziet er wel heel gezellig uit, jongens. Het is eigenlijk jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar dat is wel weer een reden om naar de vlog vanavond te gaan.
Ik wil de zon vaak, dat dit er niet wordt aan. Voor nu jij aan. Het eindshot, het is voorbij, dat was het. En we zijn nu een sluitdrankje aan het doen met het team. Hoi, Melanie. Ja. Hallo, wat vond je? Ja, gezellig. Ja, het was weer enig natuurlijk. Heel leuk. Ja, de volgende keer moet je er echt bij zijn. Wie ik? Maar ik was erbij. Ja, ik heb het tegen de mensen. Oh, tegen de mensen. En in oktober moet iedereen er weer gewoon bij zijn, hoor. Zeker. Toch? Ja. Ja, en natuurlijk de grote vraag. Roel, wat is je mening? Hebben we nog Hertog Jan, goed bier. En Bavaria en Jupiler ook. En Jupiler, alle andere merken, want ze hebben niet betaald, hè. Nee. Ze moeten ze allemaal even noemen. Frans, bent u voldaan? Jawel, meneer. Ja, oh, gelukkig. Ja, ja. Heb je ander bier? Of, Nee, ook. Oh. Een Lieshout. En natuurlijk niet te vergeten Karin en Michte. Nee. Gaan jullie meteen slapen, zo meteen zo moe? Of ga je nog even mail checken of zo? Nee, ik moet morgen vroeg werken. Oh. Dus ik moet wel gaan slapen, ja. Maar het was wel keizerig. Het was supergezellig. Nou, we horen het natuurlijk, hè. Ja, even liken, dat vinden we altijd leuk. Duimpje omhoog. En niet te vergeten te abonneren, mocht je het nog niet gedaan hebben. Ook altijd enig natuurlijk. En Roel, wat zeggen we dan? Blijf luisteren naar R&D On Air op een vrijdag van 3 tot 5. Nou, tot volgende week. Tot een nieuwe vlog. Dag.